Dylan van Baarle, ik sprak net met Nathan van Hooijdonk. Die kwam op gewone fiets bij, binnen. Die zei, ja, op een 44, mij niet bellen. Jij dacht, doe maar. Ja, ik had niet veel keuze, want ik had geen auto achter me die een fiets had. Dus ja, was geen keuze. Als je die keuze had gehad, had je hem dan wel gemaakt? Nee, ik denk dat het zo goed was. Ik heb volgens mij een 36 cassette. Dus dat was prima te doen om te klimmen. Iedereen heeft door dat Pogacar dit zo goed kan. Waarom kan hij dit zoveel beter dan Jonas, als wat iedereen zegt? Ah, die steile klim zou die eventueel wel iets beter kunnen als Jonas. Maar we zitten nu in de derde week van de Tour. Het is weer super warm. Dus ja, ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Hoe lang blijft dit nog een secondenspel? Goh, ik hoop niet lang meer. ik denk dat het voor het publiek super mooi is om naar te kijken. Ons maken ze het leven een beetje zuur, maar het is wel een geweldige strijd. En ik hoop dat Jonas het wel over de streep kan trekken. Morgen die ellenlange zwaar rit naar de Col de la Loze. Hoe lang ligt dat plan al bij jou in het laadje thuis? We hebben er in december en alle andere trainingskampen wel eens over gesproken. Toen was de focus nog meer op de klassiekers, maar daarna is de focus wel verlegd naar de Tour. En hebben we een paar ritten inderdaad uitgepikt om een plan te maken. Col de la Loze is zeker een etappe die Jonas heel goed moet liggen. We gaan wel zien. Eerdere etappes die ook zo zwaar waren, hebben jullie eigenlijk een hels tempo vanaf het begin erop gelegd. Is dat ook normaal gesproken voor morgen het plan? Dat ga je morgen zien. Dankjewel, Dylan.